Zo, wat een toeval dat we deze week net hadden besloten om op vrijdag wat op te nemen. Omdat we woensdag allebei andere dingen te doen. Nou, dat kan goed uit, want dan kunnen we even de beursdag van gisteren bespreken. Ja, dat was toch wel een, een hectische sessie. Als je, nou ja, we stonden al niet zo heel hoog. Maar toen kwamen die, die macrocijfers uit. Ja, daar wordt natuurlijk best wel naar gekeken. Een paar keer was het een non-event. Maar gisteren was het toch een. Een aardige happening. Ja, dus even recap. We begonnen de dag op 6.33. Toen kwamen die macrocijfers uit om half drie in Amerika, het inflatiecijfer. Uh, toen stonden we al meteen zo ongeveer in één tik laag op uh, 6.20 of zo. En het zakte uiteindelijk door naar 611. Ja, toen begon de markt weer wat aan te trekken, gingen we uiteindelijk op 631 punten de dag uit. Om vandaag dan weer te openen. Op 6,41 en zelfs nog door te lopen daarboven. Ja, en ja, dan is natuurlijk het belangrijkste, wat gebeurde er nou eigenlijk rondom die macrocijfers? Want waren die nou echt totaal verrassend? Of is het toch meer een, een, ja, dat die markt daar raar op reageert? Nou ja, oké, okay, dus wat hadden we voor cijfers? Inflatie in Amerika, dan heb je de zogenaamde headline inflatie. Ja. We hopen allemaal dat die naar beneden gaat. Die was uh, in augustus 8,3. Die ging nu naar 8,2. Nou ja, dat is dus eigenlijk praktisch Praks hetzelfde. Lager. Maar het gaat met name om de kerninflatie. Er wordt alweer nou, een nieuw begrip geïntroduceerd. Maar de kerninflatie is diezelfde inflatie, alleen al zonder voedsel en energie. En die ging omhoog, weliswaar ook met een tiende, van 6,5 naar 6,6. Maar dat is het hoogste niveau sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Dus daar schrok de markt ja. van. Ja en waarom gaat het dan zo hard? Ja, daar zitten volgens mij gewoon geprogrammeerde computersystemen achter. Die drukken dan allemaal die zeggen als het cijfer dit is, het verkopen. En dat trekt dan die beurs onderuit. En en dat is hoe de markt dan werkt. Want ja, kopers houden hun mond dicht, want die weten donders goed. Ja, als het cijfer wat tegenvalt, ja, dan ja. moet je gewoon geduld hebben. Ja, en als er geen kopers zijn. En computers gaan verkopen, ja, dan is het gewoon tegen de volgende bieding die er dan misschien nog ligt. En dan zie je eigenlijk zo'n ja, bijna hysterische markt die in nou ja, no time zomaar een paar procent prijs geeft. Ja, en dan komt natuurlijk het interessante stuk. Ja. Want de markt, hè, dat zeggen we al, weken, zo niet maanden, het sentiment is negatief. De trend is dalend. Ja. Waarom schiet het dan toch opeens weer zo ver omhoog? Ja, en dat is weer fear of missing out en eigenlijk het omgekeerde van wat er gebeurde na die tegenvallende cijfers. Op een goed moment droogt het aanbod op, komen de kopers weer tevoorschijn en op het moment dat de kopers tevoorschijn komen na zo'n grote daling, ja, dan zeggen de verkopers van ja, nou uh, nu doe ik even rustig aan. En dan gaat het weer relatief makkelijk en hard omhoog, wat we noemen een hele technische correctie. Ja, er zitten gewoon heel veel mensen die willen zo graag dat we weer omhoog gaan. Dus er staat genoeg geld klaar langs de kant. Ja. Inflatiecijfers die we ik zei dat gisteren ook op BNR waar ik even commentaar mocht geven. Kijk die inflatiecijfers waar we gisteren naar keken, die kijken terug naar het verleden. Ja. Maar er zijn ook allerlei indicatoren Inflatiemeters die kijken vooruit. En dan moet je denken, de prijzen van containers die zijn aan het dalen. De huizenprijzen die zijn aan het dalen. Het ja. aantal vacatures dat openstaat neemt af. En ze zijn eigenlijk alle dingen die naar de toekomst kijken, die zeggen, joh, die inflatie die gaat uiteindelijk wel naar beneden. Ja, of het nou is fear of missing out, of dat mensen naar dat soort criteria kijken. In ieder geval vielen gisterenmiddag alle mensen over elkaar heen om in ieder geval de stijging niet te missen. Ja. Maar het grote plaatje blijft. We moeten niet alleen naar die inflatie kijken. Want inflatie dooft als het ware uit over de termijn. Want wat is inflatie? Dat is vergelijken het huidige prijspijl met dat van een jaar geleden. Nou, als we nu langzamerhand gaan kijken. Ja, dan was een jaar geleden het prijspijl ook al aan het oplopen. Dus over een paar maanden komen we eigenlijk op het niveau dat het prijspijl al zo hoog of zoveel is opgelopen dat het relatieve verschil dus steeds kleiner wordt. Met andere woorden, die inflatie zal dus langzaam gaan uitdoven. Dat wil niet zeggen dat de prijzen omlaag gaan, alleen ze gaan minder hard omhoog dan in een vergelijkbare periode een jaar terug. En dan komen we nog met eh, twee andere dingen waarop gelet moet worden: rente- en recessieangst. Ja. De vraag is, waar gaat het echt om? Nou, die rente die is uh, alles bepalend voor de toekomstige financiering. Ja. Nou, met cijfers zoals gisteren is de verwachting... dat die rentestijgingen nog niet voorbij zijn. Niet in Amerika en zeker niet in Europa... waar de ECB nog wat achter ligt. Dus die zullen ja. later in de maand de rente zeker gaan verhogen. Nou, dan gaat de markt daar weer op reageren. Met andere, die recessie, dat heeft eigenlijk te maken als je het afpelt met maar één ding en dat zijn die hoge energieprijzen. Dat is echt wat de economie in de weg zit. Het is wel ironisch eigenlijk, ja. want wij zeggen dat hier ook al uh, uh, weken, maanden. Uh, maar ja, de Rabobank die haalt daar dan heel makkelijk vandaag de headlines mee, want die zeiden: wat zeiden die eigenlijk? Ja, de gasprijzen blijven langer hoog. Nou, daar ja. hebben ze gelijk in, want je moet daar niet forward kijken. Maar die, die energieprijzen die moeten naar beneden voor de beurs weer aantrekt. Waarom? Door die hoge energieprijzen wordt alles duurder. Een grotere hap van ieders budget gaat nu op aan eerste levensbehoeften. Voedsel, eh, energie. Ja. Ja. En gaat dus ten koste van de groei in ja. zijn algemeenheid. Ja, dus dat moet gefixt worden. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog die hogere rente. Want als er een hogere rente komt, is er dus een alternatief voor belegging. Namelijk, obligaties worden weer interessanter. En bij een hoge rente hoort voor wat aandelen betreft nou eenmaal wat we noemen een lagere risk appetite. Dat betekent eigenlijk dat als de rente nul is, wat we gezien hebben, zijn mensen bereid relatief veel risico te nemen in bijvoorbeeld de groeiaandelen, maar als de rente op 4 of misschien straks wel 5 procent staat, ja, dan is die risk appetite echt een stuk lager. En ja, Dan zie je dat zeker bij die groeiaandelen, maakt dat behoorlijk uit in... Wat men dan bereid is om aan koerswinst te betalen. Ja, Oké, okay, dus laten we even die twee dingen aflopen. Energieprijzen moeten naar beneden. Ja. We houden het even heel simpel. Joe Biden is naar Saoedi-Arabië geweest. Want waar kan je onderhandelen over olie? In het Midden-Oosten en in Rusland. Nou. In Saoedi-Arabië heeft hij nul op het request gekregen. Dat zie je ook bij die OPEC-vergadering. Die heeft gezegd: Nou, als er een recessie komt, gaan wij minder produceren. Want wij vinden dat wel fijn. Zo'n olieprijs tussen de 70 en de 90 dollar per vat. Dus dat is mislukt. Ja. Ja, vandaar ook dat je zegt: Langer blijven die prijzen hoog. Totdat er een oplossing is gevonden. Ja, en die oplossing kan ook weer uit Amerika komen. Want we zagen gisteren ook dat die olievoorraden in Amerika behoorlijk zijn toegenomen. En het zou kunnen zijn. Dat de Amerikaanse overheid toch bereid is om met de schaliegasproducenten afspraken te maken. Dat er voor langere termijn uh, vergunningen worden afgegeven en misschien ook wel prijsafspraken gemaakt worden. Waardoor die schaliegasproducenten bereid zijn om heel veel van die putten toch weer actief te maken en weer te gaan produceren. En dat zou een oplossing kunnen zijn, want dan wordt Amerika weer een olie-exporterend land. En dat zet daarmee natuurlijk feitelijk een, uh, ja, een belangrijke weg bij het OPEC neer. Ja, dit is natuurlijk uh, een doorn in het oog, of zo je wilt. Een, uh, een dolksteek in de rug van alle mensen die klimaat op één hebben staan. Maar het kan gewoon niet anders. Er moet meer fossiele productie komen. Dat hoeft helemaal niet per se uit Groningen te komen. Kan ergens in de wereld vandaan komen. Maar alleen dat helpt die energieprijzen omlaag. Dat is in ieder geval ons basisscenario ja. als belegger. Dan hebben we nog die uh, rente. Ja, die rente die blijft langer hoog. Waarom? Omdat de FED in Amerika heeft gezegd bijna een soort Mario Draghi whatever it takes. Die inflatie die ja. moet omlaag. Dat zie je nu nog niet gebeuren. Dus ze zeiden van de week ook ja, hou er maar rekening mee dat die rente langer hoog blijft. Ja. En dat verklaart misschien ook dat zelfs. Een dag nadat we zo'n schok hebben gezien op de beurs, die volatiliteitsindex, de VIX, aan het dalen is. Want daar verbazen mensen zich ook over. Maar dat is omdat we toch op weg zijn naar meer duidelijkheid. Ja? Ja. Langere tijd hogere energie, langere tijd hogere rente. Wen er maar aan. Dat is waar we het mee moeten doen. Ja. En dat is ook hoe we naar de beurs kijken. Ja. Want op dit moment gaan beleggers, de volgers, er al vanuit dat die Amerikaanse rente tot het eind van het jaar nog met. 1 en een kwart procent omhoog gaat. En dat betekent dat de volgende stap, dat is begin november, waarschijnlijk gewoon weer met drie kwart procent verhoogd wordt. Ja, dat was de belangrijkste reden van de schok van gisteren. Maar we weten allemaal, het is business as usual. De beurs gaat weer rustig verder. Maar kijk je naar het grotere plaatje van bijvoorbeeld een AIX-index, zie je nog steeds lagere bodems, lagere toppen, oftewel een dalende trend. Ja. Nou ja, en wat houdt dat dan in voor je beleggingsstrategie? Ja, dat kan natuurlijk nog steeds alle kanten op. Uh, we zagen dat heel duidelijk ook op een dag als gisteren. Maak het weer even simpel: je hebt aan de ene kant de waardeaandelen, aan de andere kant de groeiaandelen. Die waardeaandelen die reageerden bijna helemaal niet. Ja. Uh, Shell bleef redelijk goed liggen, Aal de bleef redelijk goed liggen. Dat soort aandelen ziet het vandaag. zijn het bijvoorbeeld ook DSM en Axo die er gewoon relatief goed ja. bij liggen. de grote klappen die vinden plaats bij de groeiaandelen. dus in AX termen met name bij de semiconductors. Ja. die gingen eerst heel hard naar beneden. die gingen daarna ook weer heel hard omhoog. Ja. Ja, dat hangt dus weer af van je risicoprofiel. Of je dat soort bewegingen wil meemaken of niet, uiteindelijk in die end. Als je op het juiste moment de groeiaandelen in je portefeuille hebt... dan haal je daar een beter rendement mee. Het risico is veel hoger. Wil je rustig beleggen... dan kan je dus meer kijken naar bedrijven in de maakindustrie. Gaat allemaal veel minder hard. Maar als die gewoon op het goede pad zitten... dat ze producten blijven maken die klanten willen vragen... Ja, dan zijn dat mooie instapmomenten. Nou, mooi voorbeeld is misschien toch ook nieuwkomer op de Duitse beurs Porsche... 82,5 naar de beurs was nota de bovenkant van de range. Ja, en dat ligt gewoon nog steeds keurig rond de 89 euro. En ja, Porsche is nog steeds gewoon een heel populair automerk. Ja, nou ja en zo kunnen we allerlei uh, dingen aflopen. Ik noemde net Aal Deleuze even. Ja. Daar was natuurlijk het nieuws. Gisteren kwam dat. Dat in Amerika Kroger, ja. een, een grote retailer, uh, dichtbij een deal is met Albertsons. Uh, ja. Albersons. Albersons. ja. Nou, dat was natuurlijk ook een target waarop gespeculeerd werd bij A.O.D.L.S. Als je het mij vraagt, is dat ook een van de redenen waarom dat Ahold de afgelopen weken er zo goed bij lag. Ja, die deal is nog niet rond. Uh, gisteren ging op het nieuws het uh, aandeel A.O.D.L.S. een stukje naar beneden. Ja, vandaag staat het weer omhoog. Dan krijg je toch weer het idee. Kijk, je weet het niet. Je kunt erover gaan speculeren dat het misschien niet rond is. Dat Ahol toch nog aan tafel zit. Of met een hoger bot zou kunnen komen. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar op het moment dat het definitief niet doorgaat. Dan zou je toch wel verwachten dat er misschien wat druk op zo'n aandeel komt. Maar dan we, zoomen ja. we weer heel specifiek in op individuele aandelen. Laten we het eigenlijk maar even houden bij die grote trend. Ja. Herhaal dat nog eens. Ja, dalende trend die blijft omlaag en doe voorzichtig, cash is king. Ja, en waar wachten we dan op? Nou, tot signalen. Dat bijvoorbeeld daar geven we één voorbeeld van dat die schaliegasproductie omhoog gaat, dat energie weer uitzicht heeft op goedkoper uh, te worden, um, ja, of dat er een dusdanige recessie komt, dat de rente op een gegeven moment gaat. Pieken, maar daar zijn we gewoon op dit moment nog niet. Dus het blijft gewoon nog even hetzelfde thema wat ons betreft voortzetten. Dus uh, volgende week zijn we er gewoon weer. En tussentijds regelmatig een update. Tot dan.